draait op Paul. Ja, het is al raak. Het is al raak. Hans van Aken, nee, Balanta. De Colombiaan scoort en Beerschot staat na nog geen 4 minuten. Zeg maar achter met 1 tegen 0. Verloren duel daar door Halamia, hoekschop. En kijk eens aan de vreugde van Eder Balanta. Die doet het. Ja, het is Frans die het duel verliest tegen Balanta. Staan in zone. En niet echt genoeg in beweging. Ja, de ketelaar stond ook nog klaar om het duel over de lijn te brengen. Ja, goed duwtje van Balanta tegen Frans. Die net niet bij die bal kan. Hij knipt en knikt hem binnen. Positie ongeveer. Reda. Ja, dat is niet zo slecht gedaan. Weer een goede tik van Soumaré. En dan een schotje van Nubisi. Maar wel een eerste doelpoging. En dan Nubisi. Knokken tegen Mechelen. Ja, legt hem goed ook. Soumaré. En dan een poging tot schot van Joren Bon. Kon de bal niet laag houden. Nee, moet even profiteren van de man meer situatie. Goed van Nubisi. En dan dit is moeilijk hoor van Don. Minuut 23. De Sterkelein minuut is in getreden. We zijn hem niet vergeten. Speler ook van Beerschot uiteraard. Kennen misschien wel zijn beste periode bij Beerschot. François Sterkelij. Dat is goed verdedigd. Ja, Rika gaat door. Ja. Rika noteren. Ging daardoor met de stuts. We proberen die bal bij zich te houden. Maar waarschijnlijk in de tackle. De Uruguayan gaat hier door. Ja. De bal wordt weggetikt. Soumaré. Ja, een stevige tik hoor. Ja, dit gaan ze er bekijken, Frank. Ja. Dit wordt rood. De mannen in Tubeke gaan kijken en terecht. En het regent. Oh, nu moet de Frans alles zijn bijzet. Ja, dat is ook een kaart natuurlijk. Frederik Frans, hij kan die snelheid niet aan natuurlijk. En ja, dan goed. Moet hij iets doen, hè. Hij gooit zich. Naar de gele kaart toe. Ja, Lang toch wel zeer bewust van de situatie. 1 tegen 1. Kijk. Ja, dit is absoluut niet de bal willen spelen. Hij gaat naar de man, maar Lang weet ook wat er gaat gebeuren. Ja, tuurlijk. Frans wist het wel. Ik zou zeggen, snel positie. Aan het werk is, maar alles vrij goed doet. Goede paas is dat. Van Aken, Lang doorsteken. Zal de ketelaar. Het staat 2 tegen 0. We kijken naar de vlaggenman. Niks aan de hand. Schitterend uitgespeeld. En hij scoort alweer zijn derde van het seizoen. En Lang zat er ook weer verveeld tussen. Hè. En Van Aken. Ja, alleen Van is Aken, er... Lang, ja, de ketelaar. Toen Lang die bal ontving in eerste instantie, kwam hij net van op de lijn. Dus we gaan eens kijken. Maar goed, het begint deze actie tot bij Van Aken. Heel veel ruimte. Nu wordt er diepgang gemaakt. En ik denk dat het buitenspel gaat zijn, Frank. Ja, van Lang. Ik denk dat het buitenspel gaat zijn. Maar dat is wat Noah Lang moet doen. Simpel voetballen. Maar ik denk dat hij net buitenspel stond. En goed van de ketelaren. Niet zo goed in de wedstrijd, maar hij wordt gecheckt. Nogmaals, dit is goed. Hè. Centraal die bal meenemen voorbij Van Amel en binnen tikken. Maar ik vrees er een beetje voor. Ja, de paas van Holzhauser. Meteen die controle achter het steunbeen. Hij weet altijd wat hij doet. Hè. En Dom mag oprukken. Dom, ja, waarom is niet trappen? Hard en oh, Joren Dom. Oh. Joren Dom, een wereldgoal. Ja, maar goed, krijgt enorm veel tijd en ruimte. Zoveel ruimte. Geweldige pegel van Dom. Prachtige goal. Recht vooruit en Mignolet bijzonder ontstemd. Ja, zo terecht, zie je maar. Hè. Ik zeg net dat als er druk wordt gegeven door Club Brugge, dan wordt het moeilijk. Maar kijk, als je dit... Ja, eigenlijk moet daar nu iemand uitstappen, druk op de bal. Oké, dit is een geweldige goal van Dom. Maar goed, kijk eens. Hij krijgt gewoon tijd om te kijken van waar kan ik die paas versturen. Oké, Mignolet komt nog even aan die bal, maar... Wat een geweldige doelpunt van het weekend. 125 kilometer per uur. Alsjeblieft. Dat kan alleen Joren Dom. Ja, kijk eens maar Frank, hoeveel tijd dat hij krijgt om... Maar hij kijkt zelfs om een paas. Hij wil pasen, maar... Ja, tuurlijk. En dan denk ik, ik zal maar eens trappen. Niemand valt mij aan, dus... Joren Dom. Ja, zo zie je. Van Holzhauser kan je alles verwachten, Frank. Soumaré tegen Sokkie, de twee vriendjes. Oeh, het is overtreding. Heeft hem mee. Ja, als, al een paar keer dat Soumaré hard wordt aangepakt. Door Rika, nu door Sokkie. Hij gaat misschien iets te snel in de tackle.
hier zou je rustig moeten blijven. Ja, trapt in zijn gezicht. Ja, maar goed, ik denk dat hem niet raakt hoor. Maar ik kan het wel begrijpen dat het gele kaart is. De been gaat hoog. Ja, ja. Ik denk dat hij zijn neus wel geraakt heeft. En de vlag van de lijnrechter is stuk. Hier gaan we het zien. Raakt hem niet, eerlijk gezegd. Maar... Een jongen uit Senegal. Of weinig, maar wel gevaarlijk spel. Verdiende gele kaart. Moeten we erbij komen? 3. Ja, maar wat blessures. Oh, balverlies, Frans. Ja, houdt dan vast. Hij gaat eruit. Hij heeft al een gele kaart gehad. En hij gaat eruit. Oeh, goed, rood. Dit is rood aan de ene kant, maar... Toch wel jammer, want het is geen zware overtreding. Nee, maar Frank, dat is twee keer. Hè? Ja, twee keer plekken. Maar goed, straks langs de andere kant was het ook zo. Fritje daar kon Frans. Je ook een rode kaart geven. Ja, twee keer geel is rood, dat weten we. Hij gaat met de blik naar de hemel. Hier verliest hij de bal. Ja. En dan houdt hij, oela, het is iets te opvalt. Ja, dom. En Van Aken weet het al. Rood voor de centrale verdediger, Frederik Frans. Van Beerschot. Nou, dit was de eerste fout. Ook tegenhouden. Het is twee keer geel. Punt aan de lijn. Ja, en dan weet Petra Maas, nu wordt het wel moeilijk. Ja, je kan hem moeilijk snel van het foutje van getikt. En daar, Nobissi en Soumaré konden daar wel iets doen, maar de man. Weer Holzhauser. Kijk eens wat een geweldige bal richting Soumaré. En wou die hem stiften. Nobissi. Tegen drie man. Wat moet hij doen? Soumaré zoeken. Die goed is meegekomen. Die gaat trappen met zijn rechter. Hij is tweevoetig. Ja, ja, twee keer op korte tijd. Goed, van Nobissi. Dat is wel ver. Hè. Om twee keer in een wedstrijd een wereld te Toch niet. Ruud Vormer was met links. En dan binnen. Goal! Thibaut Persijn met zijn rechter. Ja. Mooi gedaan. De man die de rechterflank beheert. En de debutant, zullen we maar zeggen, hier in eigen stadion. Vorige week ook al even gespeeld natuurlijk tegen Zotelarium. Maakt hier een fameuze goal. 3-1. En de opluchting, de ontlading, de vreugde is bijzonder groot. Want hij zat niet altijd perfect in de match. Nee, maar goed, dat is misschien wat spanning. Maar dit doet hij wel goed. Hè. Snel aannemen en dan buitenkant rechts. Vreef wat trappen, geen kans voor Van Amel. Goed gedaan van Persijn. Ja, snelle behandeling. Ja. Ook al kan hij nog veel en veel beter. Dit is al een staaltje van zijn kunnen. Dit is misschien wel de geruststellende goal voor blauw en zwart. 130, dat is nog harder, maar dat is een botsende bal. Dat is makkelijker in de drop trappen. Het hartje. Voor wie zou dat zijn? Toch maar terug naar Holzhauser. Die staat altijd vrij. Hij heeft daar toch een neus voor. En deze pas alweer erg goed. Dom. Kijk. Ja, een kans. Dus, Nobissi. En weer Holzhauser. Ja, die het toch opent. Geweldige bal weer van Holzhauser. Vanuit de ruimte. Dus als hij wat lager kan die bal opvragen, dan is hij... Ja. Soumaré achter die herhalingen. Een goede trait of keert, maar club geeft tegen 10 mensen toch wel wat kansen weg. Houser. Soumaré. Ja, goed. Soumaré blijft doorgaan en krijgt daar een haal van Sokki. Dat is ook een kaart, ja. Ja, ja. Niks, geen bal, absoluut niet. Had er al één, hè? Ja, ja. Had er al één. Ja, ja, tuurlijk. Ja, goed. Hij moet eraf. Dat is echt niet slim, hè. Als je dit doet... Stanley Sokki. Je hebt al een gele kaart. En dan en die Soumaré, wat je zei. Ja, die blijft die, gaan. Die blijft gaan, die blijft spelen, die blijft lopen. Hij gaat eraf met een applaus. Hier gaan we het zien of dat hij effectief de bal speelt. Natuurlijk niet. Het is het been. Nee, het is echt op de voet. Kijk, hier gaan we het zien. Tackle op de voet, kijk maar. Up. Even de buitenkant meegenomen. En dit is de eerste. Ook tegen Soumaré. Trap in zijn gelaat, weten we nog. Ja, ja. Twee keer geel en dus ze staan allebei met zijn tienen. Twee keer te hevig. Eigenlijk had de club met 9 moeten staan dan Frank. Rika was lang geleden. Hè? Ja, ja. Kwartier voor tijd. En aan de bal Rafa Holzhauser. Oh. Ja. Ja, ja.
staat 3-2. Dat is een assist. Zo snel gaat het. Van den Berg. Hem gedaan. Jan van den Berg. Hij trapt zoals geen ander. Als de bal stil ligt, geen enkele die beter is in België. Nee, de traptechniek uit de 1000. Het gaat bekeken worden, maar ik denk het niet. Ik denk dat de schouder van Balanta het spel opheft. Maar wel, zo moet je een bal trappen, hè. In de ruimte. Wel niemand in die zone daar van club, vind ik wel. Mooi ook van de Vier, net als in de match tegen Gent. Ja, niemand in die eerste zone, moet altijd een mannetje staan. Maar goed, misschien was dat die man die... hier, Vormer staat dat wel, maar staat eigenlijk... En dan de voorzet, Dost. Nee. Radic erbij, dan de lage bal. Afgeblokt op. Door Radic was het, denk ik. Ja, Radic. Strak schot van deze man. En ik denk dat het nodig was, hoor, want die bal ging richting de verste paal. Goed in de drop. Het was zeer gevaarlijk. Hier gaan we het beter zien, omdat die bal had... die was binnen.